We staan hier op de Bosuil bij Patrick Gods en bij Cisse Severens. Een koningskoppel zou ik bijna zeggen, maar jullie hebben eigenlijk nooit samengespeeld. Hoe is het om hier terug op de Bosuil te zijn? Ja, het blijft altijd iets speciaals. Dus, de Bosuil, dat blijft ons leven. En, ik heb hier altijd een heel goed gevoel als ik hier terugkom. Ook in deze omstandigheden. Het gaat momenteel wel niet goed. En er zijn allemaal perikelen rond de licentie. Maar wij hopen natuurlijk met heel veel Antwerp supporters dat dat natuurlijk in orde komt. Ja, Cisse, kom jij nog af en toe op de Bosuil? Ik heb dit jaar spijtig nog niet kunnen komen zien. Normaal gezien kom ik wel 2-3 keer per jaar zien. Dit jaar is er omwille van factoren niet kunnen van komen. Maar ja, die zijn blijft wel, om iets heel simpel te zeggen, iedere keer dat ik hier in Deurne ben, voor het werk of wat dan ook, dan rij ik altijd even om. Gewoon kijken. Ook al is er misschien niet veel te zien, maar dan toch gewoon even kijken. Ja, jullie zijn hier naar aanleiding van het feit dat jullie gezichten zijn verewigd op de muren rond de Bosuil. En jullie zijn 2 van de 10 gezichten maar die er hangen. Dus dat wil zeggen dat jullie 2 van de meest populaire spelers zijn uit de geschiedenis van Antwerpen. Toch speciaal? Ja, sowieso. Dat is heel speciaal. En we hebben daar net ook al over gehad. Als spits zijnde is het iets makkelijker, maar je moet, als je ziet welke spelers en welke namen hier in het verleden, in die heel lange carrière hier gespeeld hebben, dan doet dat toch wel deugd dat je daarbij bent. En ik denk dat dat voor mij hetzelfde geldt als voor Cisse. En we hebben het net eens van dichtbij gaan bekijken. Het is echt ongelooflijk prachtig gedaan. Het is levensecht. En ik en ik denk Cisse ook, wij hopen dat die muur nog heel lang zal blijven bestaan. En, dat is altijd wel iets mooi om terug naar uit te kijken. Ja, Cisse, voor jou ook geen verrassing waarschijnlijk dat jij erop staat, want jij bent bij mijn weten de meest efficiënte spits uit de Antwerpse geschiedenis. Letterlijk volgens de statistieken. Volgens de statistieken wel. Er heeft nooit iemand meer gescoord op Antwerpen dan ik, dus dat is wel leuk, dat is wel leuk meegenomen. Het is altijd heel mooi dat er iets... Want we hadden het net over... Hetgeen dat daarachter hier staat, die dingen, die foto's, dat is eigenlijk gekozen van de club zelf. En de muur is eigenlijk gekozen door de supporters. En als je dan merkt dat je daarbij bent, dan kun je daar alleen maar heel trots op zijn. Dat is iets, je wordt vereeuwigd. En met een club als Antwerpen, en laat ons hopen dat stam nummer 1 nog heel lang zal blijven bestaan. Daar duimen we heel hard voor, absoluut. Dan is dat iets moois. En dan ben je een van de 10 waar de mensen toch, waar iedere dag mensen naar gaan kijken. Ja, laatste vraag voor allebei. Jullie zijn allebei heel lang in het voetbal actief gebleven, als speler, als trainer. Hoe zit dat nu? Ben je nog speler, Cisse? Ik speel momenteel nog. Ik heb tot vorig jaar nog eerste provinciale. Maar dan de laatste anderhalve maand of zoiets in de Kempen ben ik gestopt. En ben dan naar Westmalle. Dat is waar het allemaal begonnen is. Waar ze gevraagd hebben van Cisse, wil je nog een jaarje bij doen? Ben ik naar daar gegaan. We hebben een heel, heel jonge ploeg, want zelf met mij erbij. En ik ben ondertussen 46. Zelf met mij erbij hebben we een gemiddelde van 22 jaar. Dus we hebben echt een ongelooflijke jonge ploeg. Best een goede ploeg. We hebben zondag spijtig genoeg verloren. De laatste wedstrijd. Anders aan mijn gelijkspel hadden we de eindronde gespeeld. Maar ja, zo erg is dat niet. Want dan kunnen we volgend jaar kampioen spelen. Hè. Patrick, jij fulltime coach, zogezegd. Bij Castrelé was dat, denk ik. Hè? Ja, ik ben vorige week donderdag 48 geworden. Dus mijn carrière is op voetbalgebied gedaan. Ik heb de laatste maand... nog bij Tess gespeeld. Ik had in Molwezel wat last van mijn knie, heb ik nog geprobeerd in Tess, omdat die hadden gevraagd om ze ermee te willen inhouden, maar ik heb mijn eigen al laten opereren en heb ik nog 2 jaar met mijn caféploeg meegespeeld ik ben de eerste wedstrijd van dit seizoen, de 7 september, terug last gekregen van mijn knie en het is gedaan met voetballen. Alhoewel ik zaterdag nog eens in doel heb gestaan omdat de laatste wedstrijd was. En nu ga ik beginnen voorbereiden, want het is 25 mei hier een galawedstrijd zeker. Dan ga ik toch proberen nog wel even mee te spelen. Maar voor mij is het voetballen gedaan. En nu is het, ik begin volgend jaar tijdens het seizoen trainer in Casterlee. Kort bij huis, goede groep, jonge gasten. Dus de voetbal zal er altijd wel een beetje bij blijven.